Yes, daar zijn we weer. Wat een heerlijke les vandaag, want we gaan les 2 van taal doen. En dat gaat over geheim taal. Wat leuk. Geheim taal. Iedereen kan natuurlijk geheim taal maken. En alleen jij weet die code. Want dat heb je met je vriendje of vriendinnetje afgesproken. De code is, bijvoorbeeld, we schrijven alles van links naar rechts in plaats van rechts naar links. Of we gaan letters omdraaien. Of we doen geen klinkers en alleen maar medeklinkers. Of we doen alleen maar medeklinkers en geen klinkers. Of we gaan achter elke letter okkie zeggen. Bijvoorbeeld, dan is het juf is jokkie, fokkie. Bijvoorbeeld. Maar wij gaan vandaag wel de code kraken. En dat ga je doen met je bronnenboek. Dus pak je bronnenboeken bij. En dat staat ook heel groot. Code gekraakt. Code gekraakt. Staat bovenaan je bronnenboek. Kijk maar. Code gekraakt. En dan zie je meerdere codes. Opdracht E of bron 1. Dit gaat over een code. Dit is het geheimschrift van Caesar. Dat is een speciale code. Hier zie je een geheimschrift. Bij 3 en 4. Tips voor een geheimschrift. En dit is ook een geheimschrift. Want ik snap echt niet wat Nekeoknenap is. Jullie wel? Ik niet. Nou, voordat we natuurlijk gaan starten, gaan we eerst eventjes kijken naar het filmpje. Help. Het filmpje. Ja, daar komt ie. Over code gekraakt. Kijken jullie lekker mee? Daar komt ie. Geen geld. Wat is dit? 9. Dat is toch geen woord? Ah, een code. Wat zou het betekenen? 9. Nee, wat dan wel? Als ik het nou eens omdraai. Geen. Voet. Of T of. Voet. Maar voet schrijf je toch met een T? Geen. Voet. Ah, wat dan wel? Benen, billen, handen. Ja, handen. Pijl naar beneden. Of een pijl omhoog. Hoog om. Omhoog. De pijl wijst omhoog. Ik heb de code gekraakt. Er staat handen omhoog. Huh? Handen omhoog. Inderdaad, hier spreekt de politie. Handen omhoog, u bent omsingeld. Zeker een leuke geheimschrift dit. Hey, kijk jullie al even mee. Hoe kraak je de code van geheimschrift? Nou, je onderzoekt of de tekens van een code. Nou, welke tekens kennen wij allemaal? Natuurlijk letters. Wij kennen cijfers. Misschien wel symbolen of pictogrammen. En daarna bedenk je wat die tekens nou eenmaal kunnen betekenen. Bijvoorbeeld bij bron 4. Ik zie hier tekens. Hier staan geen letters. 16, 1, 19, 15, 16. Maar wat kunnen deze cijfers nou betekenen? Daar kun je over nadenken. Misschien zijn het wel 15. 15. De 15e letter van het alfabet misschien wel. Dan is het A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Dan is het O. O, wa? Nou, dat weet ik niet. Maar, kijk eens naar dit. Oh,
Nou, hè. Oh, dit papiertje hoort er misschien wel bij. Ja, betekende 16. Oh, dat was de P. P, A en nummer 19 is S. Pas staat er al. Pas op. 18 is een R. 15 was de O. Pas ro. Rosa. Pas op, Rosa. Hé, hey, dit gaat over Rosa. Volgens mij hebben wij die code in ieder geval al gekraakt. Caesar die had ook een code, een aantal jaar geleden. De Romeinen, keizer Julius Caesar, gebruikte geheimschrift om veilig berichten te sturen. Caesar gebruikte de code. Alle letters schuiven 4 plaatsen op in het alfabet. Dus de A, die blijft niet de A, maar die wordt dan de E. Dus als ik aan opschrijf, dan is het EE. Nou, de 4 plekken opschrijven. Even kijken. 1, 2, 3. Die wordt R. Dus dan wordt het eer in plaats van aan. De vijand begreep niks van de berichten. Om snel een briefje in code te kunnen schrijven, werd de Caesar-schijf gemaakt. Want hier zie je het. Kijk, als de A 4 plekken opschuift, dan wordt het de E. Hij had die letters al hieronder gemaakt. Dus de A wordt de E, de B wordt de F, de C wordt de G. Wil ik dus juf schrijven, de J wordt de N, dan is het N. De E wordt de Griekse I, nij. En de F wordt de J, nij. Schrijf je dan, dan schrijf je juf. Leuke geheimtaal om zo brieven naar elkaar te schrijven. Maar dan inderdaad handig om zo'n schijf te hebben. Anders snap je er helemaal niks van. Nou, je hebt natuurlijk meerdere geheimschriften. Kijk of wij dit kunnen raden. De bovenste. Hebben jullie door wat daar gebeurt? Nou, volgens mij heb ik hem al wel gezien. Zij hakken de woorden niet bij, als ik bijvoorbeeld juf schrijf bij de f, maar dan schrijft ze hem bij de e. Dus je en dan de volgende is f. Dus juf Carolien wordt je f-ka-ro-lien. Daar staat een juf Carolien, want hier staat niet door vertellen, niet door vertellen. En de tweede, volgens mij is dat een heel lang woord, of ze hebben alles aan elkaar vastgeplakt, kijk maar. Kun je dit nog ontcijferen? De laatste vond ik het lastigst. Mieg. Wat is nou weer mieg? Denk eens aan het filmpje wat je bij de eerste moest doen. Je moest het omdraaien. Ja, dan staat er geheim. Leuk die geheimschrift. Super interessant ook en ontzettend leuk om te doen. Wat gaan we nou vandaag doen? We ontcijferen berichten die in geheimschrift staan. Wij kraken dus vandaag codes. Opdracht 1. Ontcijfer bron 4. En daar had je dus die bron 3 van nodig. Dat was dat met dat alfabet, met die cijfers, weet je wel, met die letters. Dus de cijfers nummer 1 betekent de A. En dan kan je het briefje even overschrijven. Nou, volgens mij was het pas op Rosa. Dat was de eerste zin, volgens mij. Ja, dat was de eerste zin. Ik heb het antwoordenboek hier dus. Kies een tip bij bron 5. Schrijf bron 4 in het geheimschrift van die tip. Dus bij bron 5 moeten we kijken. Een van de tips voor geheimschrift. En dan mag jij bron 4, dus die pas op Rosa, in een van die tips gaan schrijven. Nou, een van die tips is breek de woorden zomaar ergens af. Of schrijf de woorden achterstevoren. Of schrijf voor iedere klinker een X. Dus in plaats van juf is het dan XF, juf. Schrijf nog een geheimschrift. Het wachtwoord van onze club is uilenbal. Dat moet je in geheimschrift schrijven. Daarna moet je het vriendenboekje ontcijferen. En jouw voornaam in geheimschrift schrijven. Zoals Julius Caesar deed met die schijf. En bedenk een wachtwoord voor een geheime club. Schrijf het op. Kies een code uit. Schrijf je wachtwoord in dat geheimschrift. Dus bijvoorbeeld spion is dan een wachtwoord. En de code kan dan zijn 19, 16, 9, 15, 14. Daar staat dan spion alleen dan in geheimschrift. Of bedenk zelf een leuk geheimschrift. Dat mag allemaal. Deze opdrachten mag je gaan maken. Belangrijk is om te weten dat je altijd de tekens onderzoekt van een code. Dus wat betekenen de tekens? En dan daar een geheimschrift van schrijven. Nou, zet hem op jongens en meisjes. Bedenk een leuk geheimschrift.
En maak de opdrachten. Succes!